Ik weet ook niet of het een zoen was of een kus op mijn mond. En ik wist niet helemaal zeker of dat nou gebeurde. Maar fijn dat we het terug kunnen zien en dat het dus wel gebeurde. En dat je ook de paniek ziet. Paniek, error. Hi, wat goed dat je kijkt naar de viewing party van Prince Charming. Hierin bespreek ik elke week alle gebeurtenissen uit de nieuwste aflevering van Prince Charming seizoen 2. Vandaag blikken we terug op aflevering 7 en dat doe ik samen met Lars en Michael en presentatrice en radio sidekick Iris Enthoven. Yes! Yes! Hoe is het? Goed. Mooi. Leuk dat jullie er zijn. Ja. Iris, wij kennen elkaar best wel een tijd al. Ja. En jij houdt echt wel van datingprogramma's, toch? Ja, ik vind het heerlijk. Ik kijk eigenlijk altijd die programma's. Ook The Bachelor en The Bachelorette en Prince Charming. Ja, ik vind het gewoon heel lekker. Lekker wegkijken. Ja, maar je bent zelf al wel lang gezetteld. Ja, het is ook een beetje gewoon kijken hoe het wel in het datingleven gaat. Hoe ging dat ook alweer? Ja. Hoe was het ook weer? Hoe ga je op date? Hoe pak je dit aan? Ja, bij gebrek aan beter. Ja, gebrek aan eigen ervaringen. Vorige week zagen we hoe Rick de Palazzo moest verlaten. En daarna gebeurde er dit. Ik heb nog iets voor je. Waarom? Dankjewel. Heel mooi. Lief. Graag gedaan. Ik hoop eigenlijk dat het een date is of dat hij met mij alleen wil. Aangezien hij toch echt iets speciaals voor mij heeft gemaakt. Ja, of dat hij toch mee wil zeggen van joh, het zit wel goed tussen ons. Het kan alle kanten eigenlijk opgaan. Wat is het, een koekje? Ja, een kleiwerkje. Het leek een beetje op zo'n kerstkoekje, weet je wel? Nee, het was een kleiwerk. Het was nog wel warm, het kwam net uit de oven. Oh ja, wel heel lief. Michael, wat vond je ervan dat Jimmy hem dan uitgerekend kreeg? Ja, leuk voor hem. Ja, hij wou heel graag een date hebben. Oh, het kwam er heel niet gemeen uit. Wat is deze glimlach? Wat gebeurt hier? I'm happy for him. Maar... Alles zegt gewoon iets anders in jouw gezicht. En jij, Lars? Ja, we krijgen allemaal cadeautjes. Jij kreeg een ketting. Ja. Marcel kreeg een envelop. Jimmy krijgt een hart. Ja, het is wel een beetje wat erbij hoort. Wat dus kreeg jij dan? Ik kreeg helemaal niks. Ik kreeg alle aandacht. Nee, grap. Ben je niet jaloers? Nee. Nee? Nee. Nou, moet ik met zo'n kleiwerkje? Ja. Ja. Nee, maar het is ook een heel romantisch gebaar, toch? Wel? Ja, vind je? Ja. Ik vind het wel leuk dat iemand iets voor je heeft gekleid. Ja, ja. De opdracht was dat jullie dierbaren gingen uitbeelden in klei aan de hand van een foto. Uiteraard telt deze groepsactiviteit ook winnaars. En daar gaan we even naar kijken. De eerste die ik mee ga nemen op een date, dat is Lars. Leuk. Ik vond namelijk leuk hoe jij je verhaal vertelde bij de creatie die in het maken was. Okay. Vond ik heel leuk en heel mooi om te zien. Dankjewel. Ik vond het net een plakkaat met wat dingetjes erop. Ja, ik heb mooiere kleiwerkjes van andere mensen voorbij zien komen. De tweede persoon die ik morgen mee op date neem, is Jacob. Ik vond namelijk leuk om te zien hoe jij heel simplistisch iets gemaakt hebt met een hele diepe en krachtige betekenis voor jezelf. Daarom neem ik jou graag als tweede mee op date morgen. Gezellig. Jij had je tweede date te pakken. Klopt. Hoe fijn is dat? Ja, dat voelt wel lekker. Het was toen tegen deze tijd ook alweer een tijdje geleden dat ik een date had gehad. Dus ik vond het ook wel weer tijd worden. Had je dat verwacht? Nee, want ik had echt het lelijkste knutselwerkje van iedereen. Ja, het is echt vreselijk. Maar het ging natuurlijk om het verhaal. Ja, en ik denk dat inderdaad te zien was. Waren er werkjes die je mooier vond? Ja, het zijn allemaal geen meesterwerkjes van niemand. Nee. Vond je mijn bloem meer op mij dan? Het was een piemel. Het lijkt wel een piemel. Een beetje een piemel. I know. Ja. Ik vond bijvoorbeeld de verhaal van Leslie. Het ging over die familie, die had toch geen leeuw? Misschien was het verhaal... Nou, die van hem was niet lelijk. Zullen we even tegenhalen? Nou, die ene van Jacob was niet lelijk. Ik vond het gewoon verhaal... Het was wel clean gedaan. Het was heel clean, simpel. Let's keep it. Ja, zijn eruit, jongens. Ja, zijn eruit. Wie was de lelijkste? Die van mij en Jacob. Oké. Okay. Ja. Nee, die van Jacob was niet lelijk. Lars, jij mocht natuurlijk weer op date. Hoe fijn. Ja, leuk. We gaan er even naar kijken. Jij vroeg aan mij... dat ik had uitgesproken dat ik natuurlijk wel wat meer interesse in je heb. Uh-huh. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, is dat ook... heb jij dat ook in mij? Ja, anders had je niet gezeten. Mm-hmm. Natuurlijk... wil ik je gewoon graag beter leren kennen. Mm-hmm. En dat doen we volgens mij het beste door
tijd samen door te brengen. Ja. Zeg maar, de interesse is één, maar dan moet op een gegeven moment wel bij mij ook een gevoel ontstaan. Ja. Daar lijkt me uiteindelijk toch wel het meest door leiden. Ja. De date voelt heel erg goed en ik denk zeker dat er een aantrekkingskracht is. En ik ben absoluut benieuwd naar meer en kijken of we dat verder kunnen onderzoeken met elkaar. Ik ben blij om je wat meer één op één te hebben gesproken en dit moment samen te hebben. Ben ik heel blij mee. Ja. Dus bedankt voor het uitnodigen. Ja. Hij probeert mij een kus op mijn mond te geven en ik draai mijn wang weg omdat ik in paniek raak. Hoe vind je het om dit terug te zien? Ja, grappig. Grappig? Grappig omdat ik weet ook niet of het een zoen was of een kus op mijn mond. En ik wist niet helemaal zeker of dat nou gebeurde. Of dat ik dacht dat het gebeurde. Het is een beetje onbesproken gelaten daarna. Ja, maar fijn dat we het terug kunnen zien en dat het dus wel gebeurde en dat je ook de paniek ziet. Paniek, error. Want jij wilde op dat moment gewoon dat niet. Nou, weet ik niet of ik dat niet wou, maar ik zag het niet aankomen. Het was meer een soort surprise, omdat we gewoon ik vond het gewoon een leuk gesprek, we waren een ijsje aan het eten. Ja, maar op dat moment was er wel nog een vorm van interesse in hem, toch? Zeker. Ja. Zeker. Oké. Okay. Ja. Jij was natuurlijk niet de enige die op date mocht. Jacob en Chris gingen ook op date. En daar gaan we even naar kijken. Heel mooi. Dit is wel echt heel gaaf. Hoe mooi. Dit is wel vet. Echt heel mooi. Oh. Ja, op dat moment hangt er wel iets in de lucht als ik hem aankijk. Ik voel wel een bepaalde spanning. Nou, dit is niet te missen. Dit is natuurlijk overduidelijk dat daar wel echt iets gebeurt, toch? Ja, zeker. Ja. Ja. Hoe vind jij het om dit zo terug te zien? Ja, heel leuk. Ja? Ja. Ja, heel schattig. Er gebeurt daar veel meer dan wat je al tussen mij en Chris ziet op zo'n date. Ja. Dus ja, er is gewoon veel meer seksuele spark, en jullie meer vriendschappelijke spark. Maar bloeide er voor jullie dan misschien wel dingen op met de andere mannen? Een speciale band? Of was er spanning onderling? Ik denk dat er wel spanning onderling was. Voor jou persoonlijk? Iets op? Nou, niet waarin ik uiteindelijk, waar daar dan iets uitgekomen is. Ik heb Roy natuurlijk laatst gehad. Mm-hmm. En die vertelde dat het tussen jullie wel het een en ander opbloeide. Nou, we zien elkaar nog steeds inderdaad nu in Amsterdam. En we gaan gewoon leuke dingen doen samen en weet je, een keer wat drinken. Maar vriendschappelijk? Ja. Oké. Okay. Daar zit maar in eerste instantie voelde ik bij Roy dat er wel soort van ook een enigszins romantische klik was. Oké. Okay. Maar dat is niet. Nee. Oké. Okay. Nee, als vrienden. Oké. Okay. Ja. En dat zit er in de toekomst ook niet in. Nee. Nee? Nee? Oké. Oké, arme Roy. Ik zeg arme Roy dat hij dit niet hoort in de aflevering. Nee. Nee, grap. Jongens, misschien wel het minst leuke stuk van de aflevering. We gaan kijken naar de ceremonie. Tijdens onze date hebben wij het leuk gehad. Maar zoals je weet, is dit een zoektocht naar de ware. Ik vind je een super interessante man. En we zouden goede vrienden kunnen zijn. Maar dit is niet waar ik nu naar op zoek ben. Helaas moet ik afscheid van je nemen. Oké, okay. Dat is jammer. Weet je het zeker? Ik heb er goed over nagedacht. Heel goed over nagedacht? En vooral ook goed gevoeld. Oh ja, oké. Okay. Ik moet je vragen je stropdas aan mij terug te geven. Michael, Leslie, kom je allebei naar voren? Twee mooie mannen die voor mij staan. Ik heb goed nagedacht en met één van jullie wil ik ontdekken of er nog meer uit te halen valt. En die persoon ben jij, Leslie. Michael, ik moet je vragen om je stropdas aan mij terug te geven. We komen samen en we gaan samen. Lars. Ik zie hier heel veel liefde. Ja. Ja.
Absoluut. We doen elke week een voorspelling hier. Gaat prins Chris de liefde vinden? En zo ja, met wie? En we beginnen bij jou, Lars. Ik denk dat het Scott zou zijn, maar het zou ook zomaar kunnen dat, dat de waarde er niet tussen zit. Oké. Okay. En Michael, wat verwacht jij? Wat denk jij? Net zoals Lars. Ik denk maar dan niet Scott, maar Jacob. Maar ik denk niet dat er zoveel in zit. Nou, jullie hebben er wel een hoop vertrouwen in. We gaan het zien. Ja, ik denk ook Jacob. Ja? Maar ik geloof er wel in. Ja? Ja. Ik voel daar zo'n connectie en liefde. Spannend, jongens. We gaan het allemaal zien de komende weken. Ik wil jullie in ieder geval allemaal bedanken dat jullie hier wilden zijn. Thank you. En ik wens jullie twee natuurlijk uiteraard heel veel geluk in de liefde. Dank je wel. En jou natuurlijk ook. Zij zit al in de liefde, hè? En dan wens ik jou ook geen geluk in de liefde. Tot de volgende aflevering. Want natuurlijk gun ik jou ook alle liefde van de wereld. Volgende week blikken we terug op aflevering 8 van Prince Charming. Wie er dan hier bij mij zitten, dat is nog even een raadsel. Maar ik hoop dat je wel weer gaat kijken. Tot dan.